De wereld redden van het kwaad is niet alleen een taak voor mannen. Wauw, deze superheldinnen zijn geweldig! Hoe ziet het leven van een Spider-Woman eruit? Eerst jaag je de hele nacht op slechterikken. En dan wacht je een halve dag op een man die te laat is voor je afspraakje. Zware baan. Oh, hier is Tyler. Maar ze kunnen zich niet eens ontspannen tijdens een wandeling. Overal zijn vijanden, zoals deze vreemdeling. Hey, wat was dat? Je kunt niet rustig blijven. Begin een gevecht met je vriendje en vang het meisje in je web. Een roze spinnenweb, dat is haar lievelingskleur. Dat zal haar leren te lachen naar vriendjes van anderen. Tyler krijgt ook straf. Denk nu na over wat je verkeerd deed. Nu kan Spider-Woman zich ontspannen en doen waar ze zin in heeft. Maak kennis met Captain America. Je wist toch dat kapitein een seksneutrale titel was? Ze laat haar vrienden graag haar nieuwe accessoires zien. Vandaag arriveert een nieuw schild. Het is net bezorgd uit Wakanda. Het is zo strak en glanzend. Het is prachtig. Het kwaad van het universum vernietigen zal zo geweldig zijn dankzij dit. En dit is wat het schild kan doen. Gooi het als een frisbee. En dan komt het terug. Voilà, hier is onze popcorn. Dat is zo lekker. Natuurlijk, zij is Captain America. Zeker, Magento is bang voor Wolverine. Maar we moeten nog steeds koken en eten. Het heeft jaren geduurd om die vaardigheden aan te scherpen. Mooi en schoon. Miss Wolverine kookt alleen gezonde gerechten. Daarom is ze in zo'n goede conditie. Oh nee, dit is slecht. Ze heeft een vingernagel gebroken. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat bedoel je? Ga naar de nagelstudio. Ervaren nageltechnici hebben alles al gezien. Het wordt een lang en intens proces. Een gewoon gereedschap zal hier niet werken. Maar de manicure kan nog gered worden. Wat een grote keuze. Laten we aan het werk gaan. Zaag hier, trim daar. En een manicure die een superheld waardig is, is klaar. Rode nagellak met strassteentjes. Hey, als het de klus maar klaart. De kapitein vond het natuurlijk fijn om praktisch onsterfelijk te zijn. Ze zal voor altijd jong en mooi zijn. Dat is wat iedereen wil, toch? Behalve dan dat ze over 50 jaar geen plezier meer zal hebben met haar oude vrienden. Ze zullen echt oud zijn. Nu is het schild alleen nog maar goed om een bril te zoeken. Haar verhalen maken op niemand indruk. Haar vrienden zouden liever wat havermout eten en vroeg naar bed gaan. Met Lady Hulk omgaan is als op een kruidvat zitten. Maar soms is het geweldig. Zoals nu, wanneer je een nieuwe tv naar je kamer moet brengen. Als ze rustig is, wil ze misschien niet helpen. Maar het is heel gemakkelijk om Lady Hulk kwaad te maken. Favoriete parfum? Dat is een geweldig idee. Oeps, dat was niet mijn bedoeling, schat. Maar het is te laat. Ze kan niet getemd worden. Oh, wat gebeurt er nu? Goed, de tv staat al op zijn plaats. Maar Tyler kan beter wegblijven. Lady Hulk kan er niet tegen dat haar parfum verspild wordt. Het recht is geschied. Hulk, haal adem. Het groene monster verandert weer in lieve Annie. Lieverd, je bent terug.
Ik vind het niet eens erg dat ik mijn hoofd gestoten heb. De tv staat op zijn plaats. Supergirl moet ook rusten. Ze wil al zo lang naar het strand. En haar cape kan een strandmatje zijn. Dit is zo lekker. Maar wat is dit? De wereld heeft mijn hulp weer nodig. Ik zal een andere keer moeten rusten. Laten we gaan. Het lijkt erop dat haar badpak en tas nog op het strand liggen. Dat kan superhelden overkomen. Ze had alleen geen rekening gehouden met de snelheid. Maar de dief had beter niks met haar spullen moeten proberen. Er staat iets te gebeuren. Oeps, het is beter niet te rommelen met iemand met een camera. Ze hoeft niet gechanteerd te worden, ze geeft om haar reputatie. Het is gemakkelijker om gewoon nieuwe kleren te kopen. Superhelden gaan ook winkelen om een nieuwe outfit te vinden. Dus besloot Cycloopmeisje naar de uitverkoop te gaan. Ze kon wel een nieuw jasje gebruiken. De oude was in het laatste gevecht gewond geraakt. En tenslotte een bril. Geen gemakkelijke keuze. Ze heeft al honderden brillen. Vergeet alleen niet dat je ogen letterlijk dingen kunnen verbranden. Oh, het spijt me zo. Het gebeurt elke keer. Het persoonlijke leven van Aquawoman is als een woeste oceaan. Vandaag heeft ze een cadeautje klaargemaakt voor haar vriendje op hun trouwdag. Oh, daar is hij. Woehoe! Zo te zien is hij zonder cadeau gekomen. Wat? Ben je onze trouwdag vergeten? Dat had hij niet moeten doen. Tyler kan nu beter uit het water blijven. Tyler kan nu beter uit het water blijven. Maar hij besloot een douche te nemen. Ik zal je een douche geven. Ah! De douche veranderde in een sauna. Het lijkt erop dat het water te heet was. Maar dat is niet genoeg voor Aquawoman. Na een gloeiend hete douche moet Tyler afkoelen. Gemakkelijk. De tuinslang lost alles op. Aquawoman is nog maar net begonnen. Misschien helpt een cocktail om de wateren te kalmeren. Tyler, doe geen moeite. Aquawoman gaat niet met borden gooien, maar ze zal de cocktail wel uit het glas schieten. Vergeef me alsjeblieft. Het lijkt erop dat ze klaar zijn om het goed te maken. Ze is aardig. Ze bood zelfs koffie aan in ruil voor de cocktail. Oh nee, genoeg met de vloeibare experimenten voor vandaag. Sommige meisjes doen er lang over om zich klaar te maken voor een afspraakje. Maar niet de flits. Als haar droomjongen haar uitnodigt om een film te kijken, kan ze niet aarzelen. Ik kom er zo aan. En laten we gaan. Oh, wat is ze snel. Flash heeft tijd om zich niet alleen om te kleden, maar ook om het huis op te ruimen. In de snel vooruitmode. De laatste hand leggen. In een paar seconden is ze al bij de voordeur. En dan is ze klaar om hem te ontmoeten. Tyler is onder de indruk. Dat was de kortste wachttijd van zijn leven. Supersnelheid, baby. En hier is nog een superheld die goed is in tijdsbeheer. Doctor Strange. Maar ze brengt ook graag tijd door in de echte wereld.
Zout van Winkelen. Het lijkt wel alsof de krachten van het kwaad deze prijzen bepalen. Hoeveel? Oh, ik wou dat ik die schoenen had. Ik zal wat trucjes moeten uithalen. De tijd een beetje versnellen. Meteen naar de winteruitverkoop. Als ik deze schoenen met flinke korting kan kopen, nog steeds te duur. Wat als ik een beroep doe op de krachten van Black Friday? Ah, dat is beter. Hé, deze schoenen zijn van mij. Raak ze zelfs niet aan. Het is zo fijn als dromen uitkomen. Batwoman geeft de voorkeur aan donkere make-up. De wereld redden kan wachten. Ik moet me eerst klaarmaken. Maar zonder mijn geluksoorbel kan ik nergens heen. Waar is hij gebleven? Hij is ook niet hier. Ik heb het hele huis al doorzocht. Dit is het kwaad. Rundgezicht hielp, zoals altijd. Lievertje moet nu meteen naar het toilet. Het is een echte superheldenklus. Eeuw. Deze oorbel heeft hulp nodig. Dat is beter. Ik kan nu de misdaad gaan bestrijden. Hoewel Lady Thor goddelijk bloed in haar aderen heeft, moet ze nog steeds elke maaltijd koken. Vlees fijn stampen duurt zo lang. Met een deegroller werken is niet leuk. Maar Thor's hamer is veel beter. Machtige Mjolnir. Dat gaat veel sneller en gemakkelijker. Het is het perfecte biefstuk. Wat is er mis met het licht? Lady Thor kan dat ook aan. Bliksemschicht. Dat is gemakkelijk. En ze herstelt zelfs het weer, zodat haar haar beter uitziet. Boom, en de lucht is helder. Dat lijkt er meer op. Maar soms vergeet ze de kracht van haar hamer. Het enige wat ze wilde doen was een spijker slaan. Maar het huis kon het niet verdragen. Ze is gewoon zo sterk. Het overkomt de beste van ons. Arme Tyler. Doorbenaderen is misschien gevaarlijk. Maar ze vindt de bloemen mooi. Een mooi boeket voor een machtige vrouw. Vond je onze superheldenschetsen mooi? Geef dan commentaar en vertel ons welke andere superhelden je graag als vrouw zou zien. Geef deze video een duimpje omhoog, abonneer je op ons kanaal en klik op de bel, zodat je geen nieuwe superheldenvideo's en meer op Toom Toom Wow mist.